Vandaag rit 3 in Parijs-Nice, een tijdrit. 15 kilometer. Het ziet er vrij vlak uit, maar is in het echt niet zo heel vlak. Want hier in het begin is bijvoorbeeld al een klimmetje van een half kilometer. En dan gaat het een beetje op en neer. Maar ik klim het ook nog naar de finish toe. Ik ben benieuwd. Seneschal. We zijn varen beursweerderen, ja, je bent een klein beetje verder. Maar dit zijn broers hier in, en met hem dat ze hier blokjes rondrijden, dat ze tegen elkaar aan het koersen worden, dan zeg ik, broers zijn weer bezig, ze zijn elkaar aan het trainen en zo. Hè. Maar het echt ook ik heb nooit niet gedaan. Hè. Tijdelijk moet ik ze dat een keer belden voor de vrouw, voor te voeren, dat mijn oezieske, oh, ook ik dat daar hebben. En zo, ja. Dus we worden er een rol van beetje naar beetje deze meer kloppen te pakken. Hè. Het is achter een jaar of twee, drie, dan wil ik een beetje beginnen met een club. Ondernomen voor zo'n lampen eigenlijk. Ik weet nog goed, Odief won net daar in Baas, dat hij toen zei, ik heb de beste supporters van je peloton. En je had dat er al in de koffers liggen. Yves maakt dit voor zijn club. Het korting is, je komt er naartoe, je hebt een quiz, Yves is aanwezig. Je zit zelfs in de jury voor te verbeteren. Iedereen mag er naartoe gaan, je maakt hem zodanig, populair, sociaal, je klapt tegen iedereen. En dat is eigenlijk het sterkste van Yves eigenlijk. En daarmee heb je hem vrij veel supporters. Yves, een beetje D-Day voor u. Een ambitie, hoe je zou? Bij zijn top 15 moet je zeker dunbaar zijn. Hè? Top 10, wat dat lukt. Subiet, ga je een beetje warm rijden? Ja. Ik zie Florian rijden met mijn koptelefoon. Doe je dat ook? Ik ook, ja. Wat de muziek? DJ Paddy. Wat is dat? Flashback, reverse, met je hardstyle. Reverse. Power. Beats voor in de zone te komen. Here we go. Ik was er toen in de HZ terreveerd. Die had dat allemaal uit. En kon ik dat erbij, maar ik heb dat onder scoreboekje van. Leg je voor Avio, die hebt tafelen. En je weet allemaal hoe dat hij hierheen heeft. Hoe dat hij hierdoor heeft. En maak ik er nog een beetje mee. En je apprecieert dat. Je zei, het is best jaar. En dan die West met een boek. Het zit feestkoffer in. Het zal weer een squintje van die jaar. Hè. En dat begon met hier in 2001 met zo'n klein boekje. En vorig jaar hadden we weer met twee mappen en een petten. En dat is dan een cadeau dat ik toch geef aan Yves. Je mag hem dat even van mij. Gewoon een herinnering uit. Dat ik zei, kijk, ontluiter is de jongens, kijk, zijn we in verwachting van een reskindje. Je had ook gezegd, kijk, dat is mijn carrière, zeg, gedaan uit. En een squad souvenir ervan. Ooit kan ik hier winnen. Paris-Roubaix is een ideale koers voor hem. En we zijn er zeker van, je had dat winnen. En hopelijk is van die euro. Zit weer over mee. Maar ja, moet nog wat, nee. Dag kijkers, dit is een van de bepalende etappes in deze Parijs-Nice. Ja, kijk, jouw start. We gaan er aan beginnen. Ja, kom maar, Yves. Kom maar. Ha. Lampaard. Kom maar, Yves. Ja, een goede tussentijd neergezet. Hè. Als je bekijkt naar Roglic, zit hij daar op 4 seconden van Roglic. Kom aan, Yves. Goed. Niet in de plaat. Knappe prestatie van Yves Lampaard. Ik ben content. Zit in mijn plek. Een beetje mijn bocht, maar een beetje flow. Maar ja, weet je ook al iedere dag zegt, niet van onboter. De lessen van vandaag, we zijn op gewonnen. De conditie is als steenplein, eindelijk. Maar zo begint terug naar jezelf. Niet doen, vindt. Ja, ik weet het, maar geluk. Het was echt een heel goed tred. Toen ik in nodig, vond ik een uitslag erin voor de kop. Want verleden week waar ik vertrok. Word je er niet te verrassen, hè? Nink. Wil nog niet tuurlijk goed zijn, wat nee, hè? Ja, nee. Ja, ze zijn er los. Wat je weet, rap-rijp-rap-rot, hè. Rap-rijp-rap-rot. Salutjes. Tot toen ik heb hier. Tot toen.